Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door In de Kas. Vorige week in Het Streektalent zag je de grote finale, waarin de 5 overgebleven kandidaten hun lied ten gehore brachten aan de jury. 1 voor 1 ontvingen zij het jurycommentaar om vervolgens in spanning af te wachten wie er met die titel vandoor gaat. Het Streektalent 2018. Degene die dat naar ons idee het beste heeft gedaan is... Dit waren alle liedjes van de Streektalent 2018. Voordat de jury in paraat gaat, gaan we nog heel even kijken naar alle nummers. Ik heb voor mezelf een beetje die eruit zien komen. Ja. Iedereen heeft het goed overgebracht. Maar... positief verrast. Ja, waar gaan we dan naar kijken? Ik bedoel, uiteindelijk gaat het natuurlijk om welk nummer. Je kan hier ook lekker een clip bij maken. Is ook lekker om op te nemen in de studio. Er was geen twijfel over tekst. Er was geen twijfel over... heel overtuigend. Ja, de zang viel een beetje weg, maar dat had te maken met, voor ons, waar ik zat tenminste, een versterking. Ja, dat klopt. Nou, we weten het. Ja, dat ben je. Ik kan het doorgeven, ik zet de bier maar koud. Ja, ja, precies. Champagne in mijn poppen. Waar zijn de bubbels? Hoe is het gegaan? Nou, het is altijd wel het lastigste deel van zo'n dag. Dus hoe het is gedaan, lastig. Ja? Ja. Deel jij die mening, Luc? Ja, maar ik heb wel van iedereen gewoon echt genoten. Het waren allemaal aparte verhalen. En... ja, ik vond het echt een hele toffe dag ook om mee te maken. Maar de keuze maken is natuurlijk wel even pittig. Maar ja. 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 Maurice, hoe was het voor jou? Ja, het was natuurlijk moeilijk. Ik bedoel, we hebben veel mooie optredens allemaal gezien. En dan blijft het lastig om daar natuurlijk iets uit te kiezen. Jij gaat bekendmaken wie het wordt? Ja, wij hebben met z'n 4 om de tafel gezeten en we hebben sowieso enorm genoten van jullie allemaal, dus heel erg bedankt. We hebben gekeken naar, uiteindelijk naar het proces, dus wie is vanaf het begin tot het einde van het proces daar naar ons idee het beste of het meest gestructureerd doorheen gegaan. Naar uiteindelijk ook het resultaat, het nummer, maar ook naar hoe jullie hier uiteindelijk hebben gestaan en of het plaatje dus compleet was zoals wij van tevoren eigenlijk ook zeiden daarop zouden gaan letten. Degene die dat naar ons idee het beste heeft gedaan en daarmee dus ook in de studio een dag dat liedje mag gaan opnemen en de videoclip mag gaan opnemen daarbij is... Anouk. Alsjeblieft. Van harte, helemaal terecht. Wow. Klassieke vraag. Wat komt... Ja, wat... ja, ik vind het heel erg leuk. Ik ben nou ook helemaal zenuwachtig. En ja, dankjewel. Ja, ik voel me een beetje... Ja. Ja, ik heb er geen woorden voor. Gefeliciteerd. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik kreeg het ook warm van jou hoor, dus ja. Dat is wederzijds. Ja, je mag een nummer op gaan nemen in de studio. Het winnende nummer. En we gaan een videoclip maken. Ja. En ik vind het wel leuk dat je... Ja, maar ik wou zeggen, hebben wij wel... Okay. Ja, dat moet wel inderdaad. Ja. Want... Ja, dit is een heftig punt, want nu komt het even op Job persoonlijk aan. Okay. Je mag alleen naar de studio in opname als Job Stefan speelt. Dat is geen geintje. Ja, dat is geen geintje. Dat wil je wel. Ja. Goed. Ja, daar denk ik nog even over na. Ja, laat het even tot je bezinken en gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Geniet van de opnames. Geniet ervan, ja. Vanuit In de Kas in Winsen mag Anouk direct door naar de Galloway Studio in Nijmegen. Haar lied Stefan zal hier professioneel worden opgenomen. En deze opname zal uiteindelijk worden gebruikt voor het maken van een videoclip. Anouk. Ja, Job. Je bent een beetje zenuwachtig, hè? Ja, het is altijd spannend. Ja. Je hebt Het Streektalent gewonnen. Ja. Hoe was dat voor jou toen je dat hoorde? Ja, ik was wel... ik vond het ontzettend leuk. En ik was wel verbaasd, maar heel blij. Ja. Je was ook een beetje emotioneel, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Had je dat verwacht? Nee, had ik niet verwacht. Hoe kwam dat vandaan? Ja, toch fijn om met een lied waar ik zelf ook heel erg achter sta... Ja, dat het gewaardeerd wordt en dat, dat je die erkenning dan krijgt. En als je die andere 4 liedjes ook hoorde... Ja, dat vind ik toch wel heel leuk dat mijn lied dan uitgekozen werd. Terwijl de 4 anderen ook gewoon goede kwaliteit hadden, mooie persoonlijke verhalen waren. Ja. Er hing ook een hele leuke sfeer, hè? Ja. Onderling met de muzikanten. Jullie willen ook samen iets gaan doen, projectjes en dat soort dingen. Ja. Ja, dus wel een beetje een vriendschap is er ontstaan, hè? Ja. Leuk. Ja, we hebben elkaar ook meteen toegevoegd op Facebook en een klein appgroepje. Dus, ja. Leuk. Dus we gaan inderdaad proberen om een keer met z'n 5 een keer een podium te krijgen. Als zijnde de deelnemers van Het Streektalent. Leuk. Ja. Dus, hey, je staat nu in de studio. Ja. Wat verwacht je van vandaag? Ja, ik ga het lied spelen en dan denk ik wel dat er een heel mooi resultaat uit gaat komen. Want, het ziet er goed uit en voor zover ik het allemaal heb gehoord is Sebastiaan ook een hele goede producer. Ja. Dus, heel veel succes. Dank je wel. Niet te zenuwachtig zijn. Nee, als ik daar speel gaat het allemaal weer goed. Precies, geniet ervan. Dank je. Ja. Oké. En nu zing ik en ik speel, ieder feestje krijgt een deel van mijn muzikaal talent. Ja, ik speel in elke tent. En bent u 50 jaar getrouwd, heeft u een nieuw huis gebouwd, zoekt u levende muziek, hier ben ik. Ha, fijn publiek, ja, zo zing ik elke dag. Ik breng een traan, ik breng een lach. Ik ben zo dankbaar dat ik zo mijn geld verdienen mag. Door met muziek de mensen blij te maken. Ze te laten dansen of ze diep weten te raken. En in de auto terug naar huis barst ik van geluk. Ja, ik heb mijn weg gevonden. Nee, dit gaat nooit meer stuk. En ik blablabla. Oké, nou bedankt Stefan. En in de auto terug naar huis barst ik van geluk. Ja, ik heb mijn weg gevonden. Nee, dit gaat nooit meer stuk. En ik was nooit zo ver gekomen zonder dat kampvuur en die man. Dus dan zeg ik in gedachten: bedankt Stefan. Anouk. Zo. Het zit erop. Ja, het staat erop. Ja, het staat erop. Hoe vond je het? Ja, ja, leuk. Ja? Ja. Je was wel kritisch op jezelf, hè? Ja, dat moet ook wel. Het is nu vastgelegd, dus dan moet er niet iets tussen zitten waarvan je elke keer denkt van, ah, daar heb je het weer. Ja. Dus kan je ook niks meer veranderen? Nee, nee. En dan ik moet het ook loslaten nu. Ja, ja. Maar dat gaat wel lukken, want voor zover ik het nu heb gehoord, ja, is het een goede opname. Ja. We gaan de videoclip maken. Ja, leuk hè? Heb je zin in? Ja, hartstikke leuk. Ja. Het is echt een rollercoaster voor jou. Ja, best wel, ja. 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 Goed. Ik heb er zin in. Ik ook. Okay. Sebastiaan van de Galloway Studio legt de laatste hand aan het lied om het zo mooi mogelijk te laten klinken. Ondertussen gaan we met Anouk naar het Concertgebouw De Vereniging, waar de eerste opnamen voor de videoclip zullen plaatsvinden. Ik ben klein van stuk, maar groot van dromen. Ik ben klein van stuk, maar groot van dromen. Voel al heel jong de muziek door een ademstorm. Mijn eerste liefde waren Haydn en Bach. Toch wist ik het raar, mijn toekomst niet lang. Top! Mooi. Toen ik 13 was en bij het kampvuur zat, Stefan speelde gitaar en hij zong ook wat. Dit, ja, dit was wat ik zocht. En het duurde niet lang voordat ik mijn eerste gitaar kocht. En ik speelde en ik zong overal waar ik maar kon. Ik schreef mijn eigen lied, maar tot mijn groot verdriet won het verstand het van het verlangen. En heb ik mijn gitaar aan de wilgen gehangen. Het leven gaat door. Ach, je weet wel hoe dat gaat. Je werkt, wordt verliefd, totdat alles en iedereen je weer verlaat. Zo liep ik doelloos en alleen terug naar het bos. En bij de oude wilg knoopte ik mijn gitaar weer. Na de opname in de vereniging, het Nijmeegse Stadseiland, de Overasseltse Venne en een bezoekje aan de enige echte Stefan in Amsterdam zitten alle opnamen erop. Het resultaat van de videoclip zie je nu. Dit is Anouk Balint met haar nummer Stefan. Klein van stuk, maar groot van dromen. Ik voelde al heel jong de muziek door mijn aderen stromen. Mijn eerste liefdes waren Haydn en Bach. Toch wist ik dat daar mijn toekomst niet lag. Toen ik 13 was en bij het kampvuur zat, Stefan speelde gitaar en hij zong ook wat. Dit, ja, dit was wat ik zocht. En het duurde niet lang voordat ik mijn eerste gitaar kocht. En ik speelde en ik zong overal waar ik maar kon. Ik schreef mijn eigen lied, maar tot mijn groot verdriet won het verstand het van het verlangen. En heb ik Het leven gaat door, ach je weet wel hoe dat gaat. Je werkt, wordt verliefd, totdat alles en iedereen je weer verlaat. Zo liep ik doelloos en alleen terug naar het bos. En bij de oude wilg knoopte ik mijn gitaar weer los. En nu zing ik en ik speel. Ieder feestje krijgt een deel van mijn muzikaal talent. Ja, ik speel in elke tent. En bent u 50 jaar getrouwd? Heeft u een nieuw huis gebouwd? Zoekt u levende muziek? Hier ben ik. Ha, fijn publiek. Ja. Zing ik elke dag, ik breng een traan, ik breng een lach. Ik ben zo dankbaar dat ik zo mijn geld verdienen mag. Door met muziek de mensen blij te maken. Ze te laten dansen of ze diep weten te raken. En in de auto terug naar huis, barst ik van geluk. Ja, ik heb mijn weg gevonden. En ik was nooit zo ver gekomen zonder dat kampvuur en die man. Dus dan zeg ik in gedachten: bedankt, Stefan. Nou, bedankt. Jij bedankt. Dat is best gedaan. Dankjewel. Graag gedaan. Top. En nu zing ik en ik speel iedereen.